tenminste. En wat eigenlijk de volgende stap is. Oh, hier is hij ook mooi blauw geworden. Dat is die ene kleur van die footer. Dat we dus eigenlijk die lijst items gaan stylen nog verder. Dus we hebben nu linkjes en tekst aangepast. En nu gaan we eigenlijk de list items, gaan we die gekke bullet points weghalen. Want ja, laten we eerlijk zijn, die zien er niet uit. In mijn ontwerp heb ik die driehoekjes gemaakt. En die driehoekjes heb ik ook geëxporteerd als transparante PNG's. Dus je hebt gewoon een driehoekje. Die gaan we gebruiken en er zit een stippellijn onder. Dus we gaan eerst die nieuws doen. Of nee, we zullen eerst die sitemap, sitemap doen. Ja, doen we die wel. Oké, dus wat hier eigenlijk de doel is, is dus eigenlijk van die sitemap die bullet points weg te halen. Even kijken. Sitemap, dus die bullet points hier weg te halen. En je ziet dus ook gewoon dat hij dus wat inspringt, hè, bij die... Hij springt behoorlijk wat in. Dus die moeten we meer naar de kant toe krijgen. En die bullet points wegkrijgen. Dus dat is het eerste doel. Oké. Bullet points weghalen, juist. Naar beneden toe. Voetergedeelte pakken. Voeternaf. En we gaan dus bij de voeternaf. Zo heet dat ding. Gaan we eerst de UL aanpassen. Even kijken. En die UL die heeft eigenlijk een standaardwaarde. Dat hij dus margin heeft volgens mij. En die zetten we dus op 0. Margin 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. Even kijken, padding zetten we ook op 0. En daar moet ik ook nog eens een keer uitleggen hoe dat zit. Padding. Eigenlijk is dat bijna hetzelfde als margin. Alleen, dat is naar de binnenkant toe gezien. Dus als je margin ziet als witruimte aan de buitenkant. Zoals we dat toen hebben gezien bij de tekst. Hè, dat boven witruimte was en onder. En die zetten we op 0, zodat die weer naar boven toe schoof, heb je dus ook padding. En padding is eigenlijk dit. Je hebt een blok en je wil daar bijvoorbeeld tekst in hebben staan. Standaard staat de tekst zo. Hij probeert de hele volledige ruimte in te nemen van het hele box. Vind je dat nou niet mooi? Dus even Ctrl zetten. Je wil een beetje witruimte eromheen hebben. Dus zo, dan ga je gebruik maken van padding. En padding is eigenlijk gewoon van boven, rechts, beneden, links, witruimte naar binnen toe. Dus hij drukt eigenlijk alles wat erin staat meer van zich, van zijn eigen kant af, zullen we zeggen. Dat is de beste uitleg die ik ervan kan maken. Het enige nadeel van padding is dat je, als je padding op een vlak zet, en het vlak is bijvoorbeeld een vierkant, en die is 100 bij 100, en je zet er dus een padding op, overal van 10 pixels, dus hier 10, daar 10, daar 10, daar 10, dan wordt dit niet een blokje van 100 bij 100, maar 120 bij 120. Denk je van, uit je me nou? Wat is dat nou? Ja, hij telt er dus bij op. En waarom 20? Nou, links en rechts is allebei 10. Dus dat telt hij er ook bij elkaar op. Dus dat wordt 20 en dat geldt ook voor boven en onder. Dus dat is even iets waar je rekening mee moet houden. Dus als je dit dan nog steeds 100 bij 100 wil houden, moet je eigenlijk dat hier vanaf gaan trekken. Dus 20, 100 min 20 is 80. Dus je maakt een vlak van 80 bij 80. Met een witruimte van beide kanten. Een 10 boven en onder 10. En dan heb je dus een blok van 100 bij 100. Met tekst die 10 pixels van alle kanten afstaat. Dat klinkt heel vaag. Maar je moet er echt rekening mee houden. Want als je dat niet doet.
Er kan soms echt dingen gaan verspringen en zo. Dus dat is even iets waar je gewoon even een soort ezelbruggetje moet gaan verzinnen of zo. Ik heb geen idee. Of gewoon onthouden, hè? Dat is ook een optie. Dus dat is padding. Padding gaat naar binnen toe. Nou, volgens mij die list item, die unsorted list item, dus die UL, die heeft ook padding, standaard. Dus die moeten we op 0 zetten, dat willen we niet. Even kijken, wat hebben we nog meer wat we moeten doen? Oh ja, die bullet points moeten we weghalen. En dat is eigenlijk list item, of list, ja, is het list item? Nee, list tile. En die zeg je gewoon op, even kijken, none. Zo. Als je dit nou opslaat en je gaat nu kijken naar je browser, moet je goed opletten hier in dit list item ding. Nou, je ziet dus dat hij dus helemaal links gaat staan en ja, hij gaat dus gewoon tegen de kant aan staan en die bullets zijn weg. Ik zie trouwens wel nog dat er nog wel een probleem is met de tweede stukje, zal ik maar zeggen. Want die moet eigenlijk iets meer naar links toe. Dan zal ik heel even kijken van wat daar nou precies mis is gegaan. Even kijken. Oh ja, ik moet natuurlijk aangeven van hoe breed die dingen zijn. Die float left en die float right. En we hebben altijd pixels gebruikt, maar voor deze gebruik ik procenten, dat is makkelijker. Dus ik zeg hier width 45%. En dan hoef ik dus niet na te denken van hoeveel pixels het is, want hij gaat gewoon kijken van oké, hoeveel ruimte heb ik? En van die ruimte die ik heb, pak ik 45 pixels. Dus save ik, kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dit is beter, hè? Nou staat deze gewoon netjes, ja, als een soort evenwijdig vlak naast elkaar. Dus deze is iets meer naar links toegekomen. Nou, dat is prima. Even kijken, nu gaan we dus die unsorted list, die list items zelfs, die ga ik ook nog op 0 zetten. Dus ik ga dit even kopiëren. Dus die ga ik ook nog stylen. Zeg ik ook van oké, die moet een margin van 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. Dat is boven. Oh wacht, ik vergeet er nog één. Nog een keer 0 pixels. Boven, rechts, onder, links. Sluit hem af. Kijk hoe dat eruit ziet. Nou, bijna geen verschil. En nu we weten hoe we die list items eigenlijk, of die unsorted list, kunnen stylen zoals we dat willen, kunnen we dat dus eigenlijk ook doen met dat nieuws item gedeelte. Dus ik ga hier de nieuwsfooter kopiëren en plakken. Dan zeg ik weer UL unsorted list. En even kijken. Ik zeg hier, oké, hij moet margin 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. 7. Padding. Daar ga ik wel gebruik van maken, want als je kijkt hier. Kijk bij mijn ontwerp. Dan staat hij ietsjes van de kant af. Je hebt hier die driehoekjes en dan begint eigenlijk de lijst pas. Dus die wil ik er ook in hebben zitten. Dus dat is 14 pixels aan de linkerkant. Dus ik zeg padding, dubbele punt, boven niks, rechts niks. Onder niks en links wil ik 14 pixels. Verder wil ik dus van die bullets af, maar dan moeten dus driehoekjes voor in de plaats komen. Dus ik ga hier zo list style image.
Dan ga ik het browsen. En hier staat ergens een driehoekje. Kijk, een triangle. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dat is perfect. En nu heb ik dus nog... even kijken... Heb ik nou alles? Ja, nou de list item nog. Dus ik heb hier de unsorted list. En nou moet ik nog de list item gaan stylen, dus de LI. Dus dan zeg ik spatie LI. Even kijken, padding moet 7 pixels aan de bovenkant en 7 aan de onderkant. Kijken, 7 pixels. Ja, dat heb ik al eerder opgemeten in mijn ontwerp. Een beetje onthouden, even kijken. Dus hier zou dan 7 pixels aan de onderkant en 7 pixels aan de bovenkant. Dus dan krijg je dus elke keer een herhaling. Dus 7 pixels, 0 pixels, 7 pixels, 0 pixels. En wat ik ook wil, is dat ik dus zo'n stippellijn aan de onderkant wil hebben. Dus dan zeg ik border, bottom, want je kunt aangeven van welke kant je het wil hebben. En ik wil aan de onderkant een stippellijn hebben, die wit is. Dus ik zeg, oké, color, moet wit zijn. Kijk, zoeken wit. Hij moet dotted zijn, dus het zijn de stippellijn. En ik zeg 1 pixel. 1 pixel dik. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, perfect. Dit is precies zoals ik het in mijn ontwerp had bedacht. Ja, perfect. Oké. Wat moet er nog meer gebeuren? De laatste van die lijst, dus eigenlijk als je naar mijn ontwerp kijkt, dan zie je de laatste hier onderaan nog een stippellijn hebben. Die wil ik dus er niet in hebben zitten. Want ik heb in mijn ontwerp ook de laatste gewoon geen stippellijn. Nou is dus een soort extra code die je erbij kunt zetten. Hier zo. Weer afsluiten. En je zegt hierachter dubbele punt last child. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen van oké, de laatste LI van die unsorted list, dus van die UL, die moet dus een andere eigenschap krijgen. En wat dat eigenlijk is, is gewoon border bottom none. Dus ik wil daar eigenlijk niks op hebben staan. Dus als ik dit zo invul, en ik ga nu kijken in mijn browser, dan zou hier onderste stippellijn, ja, die verdwijnt. Dus dat is super. Oké. Dus dat kun je zo ook doen. Nu is het zo dat mijn nieuwsvoeter, die moet eigenlijk veranderen van kleur eigenlijk. Want ik heb hier nou die nieuwsvoeter, er staat gewoon text decoration none. Maar ik wil eigenlijk, als er gewoon overheen gescrolld wordt, wil ik eigenlijk dat die verandert van kleur. Nu is dat net als die last child, kun je dus hier ook iets aangeven van oké, je hebt daar dus nog wat extra opties in. En een van die opties is hover. Dan zeg ik oké. Die kleur moet dus wit zijn als hier overheen gaat. Kijk eens zo. Als ik nu kijk. Even refresh. Dan zie je dus dat die kleur wit wordt. Zie je dat? Als ik er overheen ga. Niet als... Oh, dan gaan we naar een andere site. En dat wil ik eigenlijk hier ook. Want... Dat vind ik wel eigenlijk wel gaaf uitzien, dat als, die, als je er overheen gaat, dat hij eigenlijk van kleur verandert. Dat geeft toch een beetje aan van, oké, hij is interactief. Nu lijkt het gewoon tekst met een handje eroverheen. Dus ik ga naar mijn footernav. Kijken, zoeken. Footernav, waar zit hij ergens? Bij die A.
En dus dit stuk kopieer ik weer. En ik zeg hier hover, comma. En nou wil ik dus eigenlijk nog een extra ding aanmaken. Dat heet dus footernav active. Dat is een class. Sub active A. Die maak ik eigenlijk een ander kleurtje. Dat is die kleur die ik. Kan ik die. Ja, die kan ik ook knippen hieruit. Even kijken, dat is deze kleur. Color. En waarom heb ik nou die extra class hier aangemaakt? Nou, als je dus op bijvoorbeeld de homepage bent, dan is het wel tof als je natuurlijk in die navigatie ziet van oké, dit is dus de actieve pagina. Dus als ik hier dus bijzet zo van oké, spatie, class, subactive, dan krijg je dus dit. Hallo? Heb ik niet opgeslagen? Heb ik iets verkeerd gedaan? Even kijken. Oh nee, wacht. Ik heb een fout gemaakt. Het moest niet op die A staan, maar op de li. Dus op deze moet dus subactive staan. Als ik dus nu ga kijken, dan zie je dus dat deze actief is. Dus dan weet je al dat je op de homepage bent. En het geeft ook een beetje de indruk dat hij dan niet klikbaar is, omdat hij niet verandert van kleur. Maar hier zie je dus ook als je over die linkjes heen gaat, net als hier, dan verandert hij eigenlijk van kleur. Dat is super. Dat gaan we dus in de hoofdnavigatie eigenlijk ook doen, hè? Die unsorted list en die rollover, die hover fixen. Dus even nadenken. We gaan dus weer naar de bovenste stuk. Even nadenken. Dat is dus hoofdheader. Kijk, hoofdheader. Ja, hier is die. En even kijken. Moeten we hier ook naar boven toe? Hoofdheader, nav. Kijk, hier staat hij ook al. Kopieer dit. En, nou ja, het lijkt heel erg veel op elkaar. Een sorted list. Kijk, margin. Dubbele punt. 0 pixels. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. En list style. None. Want we hebben daar geen driehoekjes of bullet points staan. Dus daar wil ik niks hebben staan. En nu komt het mooie. We moeten die linkjes naast elkaar zien te krijgen. Nou, dit nou zo een beetje refresh. Dan zie je al dit. Ik wil dus eigenlijk die dingen naast elkaar hebben staan. Nou, dat is nogal knap vervelend als ze onder elkaar staan. Maar we hebben dus met die vlakken datzelfde probleem gehad, hè. Dus die gingen ook altijd onder elkaar staan. Toen hebben we dat opgelost met een float. Dan gaan we dit keer dus ook doen. Even kijken. We zeggen hier dus deze kopiëren. Plakken. LI. En we zeggen float left. Dus als ik dat nou doe, kijk, dan krijg je dus dit.
Nou, het ziet er op zich wel aardig uit, alleen het staat nu allemaal tegen elkaar aan. Wat ik ook doe is daarbij zetten display. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Nog een keer opnieuw. Display. Inline. Voor sommige browsers is float left al voldoende en bij andere moet je dus inline gebruiken. Als je dat niet doet, dan gaat het mis. Even kijken. Ja, hier ziet het nog wel goed uit. Nu is het zo met die margin dat ik dus al had aangegeven: oké, je kunt dus tekst minder omhoog en omlaag laten gaan. Of dat hij minder wit ruimt aan de boven- en de onderkant. Nou is in dit geval, als ik hier kijk, moet hij juist wel omlaag gaan. En hij moet ook uit elkaar staan, want alle linkjes die staan nou eigenlijk gewoon knals tegen elkaar aan, zodat je eigenlijk één lang woord krijgt. Maar je moet er eigenlijk witruimte tussen hebben staan. Nou, dan komt die margin weer om de hoek. Dus ik zeg margin. En ik heb het al gemeten, dus ik weet dat ik boven in ieder geval 42 pixels moet hebben. Aan de rechterkant ga ik niks doen. Ik wil hem rechtslijnend hebben, dat hij iemand tegen de kant aan staat. Onderkant hoeft hij ook niks. En aan de linkerkant zet ik 46 pixels neer. Wat ervoor zorgt dat die linkjes dus gewoon witruimte ertussen krijgt. Nou, moet je goed opletten. Kijk, super is dat. Het enige wat ik nu nog zie is dat hij niet omlaag gaat. En dat komt doordat linkjes standaard eigenlijk niet worden gezien als een soort blokje. Dus die zetten we er nog ook nog in. Zeggen we display. Oh, dan moeten we wel even goed typen. Display blok. En dat zorgt ervoor dat dus dat die linkjes dus wel als blokjes worden gezien. En dan drukt hij hem dus ook omlaag. Zie je dat? Dus nu staat hij, net als het ontwerp, op de goede plek. Nou, dan kan die achtergrondkleur er eigenlijk wel uit. Dus moet ik even gaan zoeken waar die zit. Oh nee, dan werd witte tekst, hè. Nou, dat gaan we dan niet doen dan. Wat we wel gaan doen is dus eigenlijk die hover erin zetten, want dat waren we ook nog vergeten. Dus ik kopieer dit gewoon weer. En dan dubbele punt, hover. Dat zorgt ervoor dat je er overheen gaat, hè, als je er met de muis overheen gaat. En ik ga dit kopiëren. Even kijken. Zo. Je ziet dus die komma, hè, dus ik ga er nog eentje aan vasthangen. Punt, active. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als die subnavigatie. Dan zeg ik van oké, dan zorg ik ervoor dat er eentje gewoon actief is. En dan weet je altijd op welke pagina je bent. Nou, die kleur is volgens mij B5, E6, 5,5. Dat is een beetje een groenige kleur. Dus als ik dit nou bekijk, dan moet ik wel even de eerste natuurlijk, de homepage, moet ik even die class geven natuurlijk. Kijk, dat is deze. Class active 7. Kijken hoe dat eruit ziet. Je ziet mij ook al gewoon heel vaak testen, hè? Nou, dit werkt dus als een tierenlier. Nou, perfect. En volgens mij hebben we dan bijna alle tekst al zo goed als gesteld. Ik kan me haast niet voorstellen, volgens mij. Oh, wacht. Ik heb één vergissing gemaakt. Even kijken, dat is.